Zometeen in Mubo de opening van de tentoonstelling 50 jaar De Kleine Aarde. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. De Kleine Aarde bestaat sinds 1972. Een groep jonge onderzoekers onder leiding van de wetenschapsjournalist Sietse Leeflang voorzag dat de aarde niet onbeperkt voedsel en energie kon leveren. In de Van Koothoeve in Bokstel, op een stuk grond van 2 hectare, ontwikkelde een groep enthousiaste pioniers talrijke initiatieven op het gebied van duurzame ontwikkeling, zoals schone energie en energiebesparing. Duurzaam bouwen, biologische teelt en verantwoorde en gezonde voeding. Het rapport van de Club van Rome en de kleinschaligheidsideeën van de econoom Schumacher waren de inspiratiebronnen. Al ruim een kwart eeuw bezoeken ieder jaar weer duizenden mensen het terrein van De Kleine Aarde. Jan Juffermans is een medewerker van het eerste uur. Jan, ik merk een lichte vorm van stress omdat we zo beginnen. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja. We zijn nog met de laatste teksten bezig, maar de laatste weken hebben we het allemaal rustig kunnen doen. Ja, en wat gaat er precies gebeuren zometeen? De opening. Met een mooie toespraak. En de opening van? Van de tentoonstelling over 50 jaar Kleine Aarde. Het tijdschrift begon wat eerder, maar 50 jaar in Bokstel. Ja, en ik zie nu nog de doeken hangen er nog over. Hierachter zit het geheim, de kanon van de Kleine Aarde. Met in feite de hoogtepunten in al die jaren. En die wordt straks onthuld bij de opening. Goedemorgen allemaal en hartelijk welkom. Mijn naam is Willem van Vossen, ik ben ook vrijwilliger bij Mubo, zo moet ik zeggen. En ik wil jullie graag ook namens het bestuur van De Kleine Aarde en ook van de plaats De Kleine Aarde, onderliefde zit daar ook, hartelijk welkom heten voor deze feestelijke opening van de expositie 50 jaar De Kleine Aarde. Ondertiteld inspireren en pionieren voor een duurzame wereld. Ik vind het fijn om hier te zijn, om zo meteen de wisselexpositie 50 jaar De Kleine Aarde, pioneren, inspireren voor een duurzame wereld te gaan openen. Ik ben hier aanwezig als loco-burgemeester, maar ik ben hier natuurlijk niet alleen. Want samen met de collega klimaatburgemeesters Yveske Jente gaan wij zo meteen die opening gaan wij verrichten. En ik wilde daar aan voorafgaand heel even kort terug. Ik zal niet al te veel tijd in beslag nemen, want het moment komt nu dichterbij. Maar ik zou wel heel graag even zo'n 50 jaar terug willen gaan naar die periode waarin De Kleine Aarde eigenlijk als een van de eerste organisaties zich inzette voor een duurzamere wereld. En eigenlijk ook pionier dus op dat gebied als het gaat om milieubescherming. Ik heb het dan over vooruitstrevende ideeën en innovatieve oplossingen die bedacht werden. En daarmee werden eigenlijk ook andere mensen geïnspireerd om na te denken over een eigen bijdrage aan een duurzamere toekomst. En wij zijn de Klimaatjes! We zingen en dansen allebei bij de Star Company. Dit jaar heeft de Star Company het klimaat als thema. Er wordt tegenwoordig veel gepraat over het klimaat. Misschien wel te veel gepraat en te weinig gedaan. Die Star Company heeft een klimaatproject omarmd. En dat vonden wij zo'n geweldig idee dat wij het ook graag willen ondersteunen. Dus we hebben bedacht om tijdens de looptijd van de expositie een donatiebus neer te zetten. Waar zeg maar bezoekers, en dat geldt in eerste instantie voor jullie hier als genodigden, een financiële bijdrage kunnen storten. Om jullie activiteiten voor de toekomst, om die boodschap verder te brengen, kunnen gaan financieren, om het zo te zeggen. Ja, wat mij betreft is het een heel mooi moment om nu denk ik met elkaar over te gaan tot de openingshandeling. Ja. 3, 2, 1. Ja, wauw.
expositie is zojuist geopend. Tevreden? Ja, ik ben er zeer tevreden over. Ook over de opkomst. We hebben dat misschien een beetje verkeerd geprogrammeerd door het in de meivakantie te doen, maar heeft niet geleid tot minder bezoekers en minder genodigden, moet ik zeggen. Ja. Wat is er zo mooi aan deze expositie? Nou, ik draag zelf zeg maar verduurzaming een warm hart toe. En wij zijn natuurlijk altijd op zoek naar mooie onderwerpen voor onze wisselexposities-programma. Ja, en dat heeft tot deze expositie geleid. En ik ken Jan Juffermans natuurlijk ook al enige tijd. En wij zijn blij dat hij mee heeft gewerkt om deze expositie tot stand te brengen. U was directeur bij de Kleine Aarde? Ja, tussen 2003 en 2008. En wat hield dat in? Directeur zijn. Van de Kleine Aarde? Sorry. Directeur zijn, snap ik maar. Nou, zorgen dat het boel draaiende bleef en zorgen dat er allerlei vernieuwing ook plaatsvond. Dat was ook heel belangrijk in die tijd. We hebben bijvoorbeeld in die periode de fietstestplaats geopend. Wat is dat? Dat was een circuit waar mensen... Op dat moment kwamen al die bijzondere fietsen op de markt. Hè, van bakjes voor en waar kinderen in konden enzovoort. Mensen kwamen dan naar de Kleine Aarde en konden dan rondjes rijden om ze uit te proberen. En dan konden ze zo'n fiets bestellen. In die periode heb ik wel meer bedrijven binnengehaald dat ze hun dingen daar konden demonstreren. Dus een warmtepomp is er bijvoorbeeld gekomen. Er is toen een pijp in de grond geslagen. En dat is toen een voorbeeld geweest voor mensen die dat konden aanschaffen voor hun eigen woning. Ja, als ik terugkijk, iedere keer denk ik van Boksel, de Kleine Aarde was toch wel een pionier in al die dingen, een voorloper. Ja, dat was de Kleine Aarde ook. En het is nog steeds zo dat als ik mensen tegenkom en zeg dat ik daar heb gewerkt, dat ze zeggen, oh ja, ik ben daar geweest ooit. En ik heb daar toen dat en dat gezien. En dat ben ik nooit meer vergeten. En dat heb ik zelf ook gedaan in mijn huis. He? Dus dat is altijd weer een compliment. Nog steeds. Jullie hebben zelfs het jeugdjournaal gehaald. Ja, dat klopt. Ja, jullie kwamen echt goed in beeld, hè? Ja. En hoe vond je dat? Ja, ik vond het wel leuk. Ik vond het ook een beetje spannend, maar het was wel heel leuk. Ja. Ik ben er ontzettend blij mee. Ik hoop ook dat er andere kinderen gemotiveerd zijn door het feit van het jeugdjournaal. En dat ze ook meer gaan denken aan het klimaat. Nou, veel succes en doe je best. Ja, heel erg bedankt. Ja, dankjewel. We zagen net de klimaatjes, twee jonge dames, 11 jaar, die zich terdege bewust zijn van wat er moet veranderen. En als je naar ze kijkt en hun enthousiasme, dat soort leven, dat willen we gewoon doorzetten. En het hoeft ook niet te betekenen dat we een heel somber leven krijgen, maar het wordt gewoon anders. Als we meer samen gaan delen, een auto delen, misschien zelfs de wasmachine, een buurtwasmachine, dan wordt het er niet alleen nog groener, maar ook gezelliger op. Ik sta hier denk ik bij het verlengstuk van de Kleine Aarde, wellicht de Kleine Aarde 2.0. Ja, mijn naam is Onno Niessen, ik werk bij de Kleine Aarde, plaats de Kleine Aarde, zo heten wij tegenwoordig. En wij zijn een stuk voortzetting van de Kleine Aarde, in die zin dat we ons vooral focussen op dat wat te maken heeft met landbouw en onze hele voedselsysteem. En wij denken dat we daar anders met onze bodem moeten gaan omgaan en dat we ons voedselsysteem moeten gaan hervormen, omdat dat niet meer haalbaar is. En dat was ook een van de belangrijkste pijlers van de Kleine Aarde. Ja, hoe actueel kan na 50 jaar zo'n onderwerp zijn, denk ik dan? Ja, dat is bizar, hè? Hoe actueel het eigenlijk is. Hè? Ja. Als je kijkt naar dingen die ze vroeger al deden, hè, dit is al in de tijd van de Kleine Aarde, daar praten we nu met elkaar gewoon over. En ja, 50 jaar na dato begint dat gewoon te worden. Neem nou bijvoorbeeld ook hè, de hele energietransitie, hè? Daar focussen we niet zozeer op. Hè? Maar de Kleine Aarde was toen al bezig met zonnepanelen. En 50 jaar geleden was toen al bezig met... De bolwoning? Ja, de bolwoning. Was toen al bezig met isolatie, was toen al bezig met een andere manier van landbouwbedrijven. Bijvoorbeeld de biologische landbouw, biologische markten. Ja, en kijk nu maar nu. Het begint nu net een beetje te komen. We beginnen nu langzaam tot de conclusie te komen van het is niet meer volhoudbaar. Dus wat ze 50 jaar geleden zagen, dat hebben wij opgepakt en daar gaan we nu mee verder. Hoe belangrijk was en is de Kleine Aarde voor Boksel? Wat mij betreft is het vooral het gedachtegoed vanuit de Kleine Aarde. En de geschiedenis die geschreven is, stimuleert en motiveert mensen volgens mij om ieder naar zijn of haar eigen vermogen een stapje te zetten naar een duurzame toekomst. Ja, want als je terugkijkt, denk ik, hoe actueel is het wel niet nu? 50 jaar de Kleine Aarde, als je naar nu kijkt, is het toch nog ontzettend actueel?
Ik denk wel dat er meer aandacht gekomen is voor dit onderwerp. En dat we ook met elkaar de opdracht hebben om te kijken hoe we daar in gezamenlijkheid actie op uit kunnen blijven zetten. Ja. Ja, de Boxer was een voorloper in principe. Boxer was een voorloper, een van de eerste organisaties die op die manier aandacht had voor de verduurzaming van de toekomst. Hoe is het gegaan? Nou, dit was een prachtige opening. En met name die twee klimaatdametjes die ja, zo enthousiast met het klimaat actief zijn, dat vind ik geweldig. Dus in feite praten we hier gelijk al over de toekomst ook weer. Ook hè, met de groep van de Kleine Aarde, Plaats de Kleine Aarde, die groep gaat ook door. Dus ja, het is heel hoopvol dat we vooral aan de inhoud gaan doorwerken. En terugkijken is prachtig. Geeft hopelijk inspiratie voor veel meer activiteiten. Dus we zijn echt een beetje laat. Hè? 50 jaar geleden moest het eigenlijk al. Nu is het echt nodig. En, dus allemaal wat minder vlees, allemaal minder energie gebruiken. Liefst vakantie in eigen land of in Europa met de trein en zo. We kunnen zoveel doen om onze voetafdruk mooi te maken. En wanneer kunnen de mensen de expositie bezoeken? Nou, die kunnen die bezoeken op zaterdag en zondagmiddag. Van 1 tot 5 zijn wij open. En we hebben ook nog een aantal heel interessante lezingen. Dit wordt ook gepubliceerd, staat ook op onze website. Die over dit onderwerp allemaal gaan. Dus ik nodig de mensen hierbij van harte uit om zich daarvoor aan te melden. En tot hoe lang duurt de expositie? Ik meen tot 9 juli, tot aan ons zomerreces. We zijn in de zomermaanden zijn we dicht. Dus het is ruim 17, 18 weekenden dat we de mensen hier terecht kunnen. Dus mensen, komt allen naar MUBO? Komt allen naar MUBO en draag bij aan de donatie voor de klimaatburgemeesters om hun boodschap uit te dragen.